Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe morning setup. En nou, misschien voor degenen die vaker live meedoen of kijken, zien jullie een klein beetje dikke oogjes bij mij. En dat komt omdat wij slecht nieuws gehad hebben dat onze lieve kater Athos niet lang meer te leven heeft wegens chronisch nierfalen, allemaal tumoren. Hij heeft superveel vocht, zijn buikje is heel dik. En ik vroeg woensdag om een thema, hè, thema's waar je mee zit. En er kwamen een aantal thema's op over boosheid, frustratie. En ja, dan is het careful what you wish for. Maar het thema voor vandaag is het laten doorstromen van verdriet. En hoe dat in het energiewerk gaat en wat ik daar de afgelopen jaren over geleerd heb, is hoe belangrijk het is om de emoties die er zijn, om die te koppelen in je lichaam, te voelen waar dit allemaal zit. En dat geldt voor alle emoties, ook boosheid, frustratie. En vanuit de Qigong wordt altijd gezegd dat verdriet zich vastzet op de longen. Dus keelpijn, ademhalingsklachten, astma, COPD, al dat soort klachten. Dat is allemaal gekoppeld aan verdriet. En natuurlijk het hart, omdat dat er zo dichtbij in de buurt zit. Het hart heeft iets andere emoties nog erbij. Maar vandaag gaan we dus oefeningen doen voor de longen, voor het hart. En ik nodig je uit, als je zelf ook verdriet hebt. En ook als je op dit moment helemaal geen verdriet hebt. Maar ja, in het leven hebben we natuurlijk gewoon te maken met verlies. Verlies van geliefden, verlies van huisdieren, verlies van ja, gezondheid, van alles. En als je wilt, als dat goed voelt, mag je zo'n situatie voor de geest halen terwijl we deze morning setup doen. En anders doe je gewoon lekker de oefeningen mee en is het ook waardevol. Ja, het mag er zijn, hartzeer, ja. Dat is precies wat het is. De prijs van, nou laat ik het zeggen, zoveel van iets of iemand houden. En dat is ook een gift. Dat is een gift om dat te mogen voelen. Ik doe mijn schoenen uit. En nou, als je kunt staan, kom dan lekker staan. En het eerste wat je mag doen is even in je lichaam komen. Op een manier die voor jou goed voelt. En wat voor mij vandaag goed voelt is om wat te schudden. Dus verbind je met je ademhaling. Laat je ademhaling zo diep mogelijk naar je buik gaan. En laat vanuit je lichaam opkomen wat er wil bewegen. Knieën, schouders, handen, armen. Misschien je hoofd. Gewoon de simpele daad van schudden. Dat maakt al dat je in je lichaam komt. Voeten op de aarde. Misschien vind je het lekker om een beetje erbij te stampen. Kleine sprongetjes. Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar het helpt wel. En verbind je dan met je staartbeen, je stuitje. En richt je staartbeen naar de aarde. Terwijl je langzaam tot rust komt. Je knieën niet helemaal in het slot. Maar zachtjes gebogen knieën, je staartbeen naar beneden gericht. En je ruggengraat recht. En dan is het eerste wat we doen een beweging waarbij we als het ware de hemel naar beneden brengen. En dat is een hele simpele beweging waarbij je je handen opendraait
je naar de hemel richt en dat via de voorkant van je lichaam naar beneden brengt. Inademen als je armen omhoog gaan en uitademen als je armen naar beneden gaan. En wat je mag doen als dat goed voor je voelt, is visualiseren dat er een helder wit licht via je kruin, je derde oog, je kin, je keel, je hart, je longen, verder dieper, dieper, dieper je lichaam in gaat. Ai, daar was een klein rood borstje wat tegen het raam vloog. Oh, het leven. Die komt nog bij. En laat dit witte licht maar door al jouw cellen doorstromen. Alsof je ruimte maakt in jouw cellen. Alsof je ondanks alles wat er is, je cellen openzet voor dit witte licht. En misschien zie je het voor je, misschien voel je het, misschien vind je het heel lastig om dit waar te nemen, maar zet alleen maar jouw intentie dat nu dit licht bij jou binnenstroomt in jouw energieveld. En dat doen we nog één keer. En dan breng je je handen voor je longen op deze manier op een afstandje. Zoals je het van de zijkant ziet. Voel maar wat een goede afstand is. En wat je doet is als het ware verbinding maken met een grijze, bewolkte energie in je longen. Terwijl je nagaat, stilstaat bij het verlies. En dan breng je je handen naar buiten. Als je wat van die donkere lucht verzameld hebt in je handen. En dat doe je met een S-klank. Dus dat gaat als volgt. En dan kom je weer terug. Dus met je intentie laat je als het ware verdriet, zorgen, rouw in je handen stromen. En met een S-klank breng je dat naar buiten en je draait je handpalmen open. En de longmeridiaan is het punt wat hier loopt bij je schouder. Langs de binnenkant van je arm tot in je duim. Dus door deze beweging te maken, stretch je je armen, je longen. En maak je als het ware je longen schoon. En een van de meest schadelijke dingen die we kunnen doen is emoties wegmanagen. Is het onderdrukken, net doen alsof het er niet is, gewoon doorgaan op wilskracht. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel van de moderne ziektes komen precies door dit. Doordat we eigenlijk afgeleerd zijn om emoties te voelen.
of dat we onze emoties het liefste wegduwen. Dus hier gaat het er ook om helemaal bij je lichaam te blijven en bij wat je voelt. En dat niet vast te zetten, maar om het alle ruimte te geven. Laten we dat nog één keer doen. En dan breng je handen even naar beneden, voordat we naar het hart gaan. En voor het hart wrijf je even in je handen. De hartmeridiaan die eindigt precies hier in het kuiltje onder je, tussen je middelvinger. Dus als je daar activeert, dan zit je op de hartmeridiaan. Je kan het ook op deze manier doen. En dan breng je je handen tot voor je hart. Dat is ongeveer natuurlijk dezelfde hoogte, maar iets meer bij het midden. En de klank, de helende klank die bij het hart hoort, is Dus alsof je met een H aanzet en dan ha. En laten we deze energie vanuit het hart, de bewolkte energie, de grijze, zwarte energie, in je handen lopen en breng dat naar boven terwijl je die haaklank zegt. Dus je mag je ogen openen en naar buiten duwen. En terwijl je dat doet, stretch je ook iets naar links. Ik doe het naar mijn eigen links, dus dat is niet in spiegelbeeld. Maar omdat je hart iets meer links zit, stretch je wat naar links. En dat doen we nog een paar keer. En als je het oncomfortabel vindt, confronterend om ha te zeggen, dan kun je ook de klank weghalen en alleen een diepe zucht maken. Dat gaat dan als volgt. En dat doen we nog twee keer. En dan laat je je armen weer naast je rusten. En tot besluit tekenen we nog 9 harten. 3 harten op je lichaam. En dat gaat als volgt. Je komt omhoog via je centrale kanaal. Over je borstkas. In een rondje naar beneden. Tot weer naar je schaambeen. Een tweede hart en een derde hart. En dan doe je hetzelfde bij je gezicht. Dus vanaf je kin kom je omhoog, over je hoofd, langs tot bij je vijfde chakra, je keelchakra, kom je weer omhoog. Een tweede hart. En een derde hart. En tot slot teken je een hart in jouw energieveld.
eerste. Een tweede keer. En een derde keer. En voel maar in je lichaam, met je handen op je onderbuik, waar je nu allemaal iets voelt stromen, waar spanning zit. En laat dat helemaal toe, laat dat er helemaal zijn, het hoeft geen... Er hoeft niks weg, er hoeft niets gemanaged te worden, maar sta je lichaam toe om dit te voelen. En dat is alles wat je hoeft te doen. Er bewust bij zijn. Helemaal voelen wat dit verdriet, deze rouw, dit verlies met je doet. En daar liefdevol, liefdevol voor jezelf bij blijven. Nou, met deze intense morning setup, ja, sluiten we de morning setup weer af. En inderdaad, Ineke, armen spreiden voelt als overgave en loslaten, ja. Ja, dat is het, overgave. Heel fijn weekend allemaal. Maandag, dan ben ik er weer. En ga ik invoelen wat dan het thema is. En eigenlijk nog een keer dezelfde vraag als afgelopen woensdag. Als je een thema hebt waar je mee zit, wat je bezighoudt in het leven, laat het me weten. En dan doen we daar een morning setup voor. Heel belangrijk werk. Namaste, lieve mensen. Tot maandag.